Goedendag. Mijn naam is Nico Rozen en ik ben voorzitter van de KVOB-werkgroep op bedrijfsterrein Poldervlak. Ik vind KVO belangrijk omdat het staat voor een schoon, heel veilig en bereikbaar bedrijventerrein. Argumenten die elke ondernemer op het bedrijventerrein zou moeten aanspreken. Het KVOB heeft bewezen deze kwaliteiten te kunnen verbeteren en te handhaven. Ik vind dat u als collega-ondernemer op 8 november naar de veiligheidsbijeenkomst moet komen, omdat de KVOB-werkgroepen in Almere behoefte hebben aan uw betrokkenheid. Meer wisselwerking tussen de ondernemers en de werkgroepen is noodzakelijk. Dit vergroot het draagvlak en er kan gerichter beleid gemaakt worden met betrekking tot de kwaliteiten van schoon, heel, veilig en bereikbaar. Bovendien kan het gezamenlijk belang de ondernemers verbinden. En last but not least, een sterke organisatiestructuur op de bedrijventerreinen in Almere is noodzakelijk om concurrerend te blijven in de toekomst. Mijn naam is Jeffrey Kater, ik ben teamleider van de brandweerkazernes in Almere en ik neem u vandaag mee op de Veluwse kant. Een brandweerkazerne in Almere, wat de allernieuwste kazerne in Almere, die openheid, ruimte en transparantie biedt. En het is een kazerne die u gezien moet hebben en op 8 november krijgt u daar de kans voor. Op 8 november zullen we advies geven over brandveiligheid of hoe herken ik een wietplantage bij mijn buren. De netwerkbeheerder Liander is aanwezig met een hennepcontainer om de gevaren te laten zien en om voorlichting te geven. Brand, het zal je maar overkomen. Kan je als ondernemer dit wel voorkomen? En welke maatregelen moet ik nemen? En waar kan ik terecht voor advies? Hoe blus ik een beginnende brand en kan ik als ondernemer erger voorkomen? Brand, een thema wat ons allemaal raakt. Weet u het verschil tussen vuur en brand? Nee? Kom dan op 8 november naar onze kazerne aan de Veluwse kant en ervaar het zelf. Op de veiligheidsmarkt vindt u diverse bedrijven die u informatie kunnen geven op het gebied van veiligheid. Daarnaast zijn er informatiekramen van de politie, gemeentelijke brandveiligheid, stadsreiniging, parkeerbeheer, energiewerk en stadstoezicht. Vereniging Bedrijfskring Almere, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere. U komt toch ook?